Hallo en welkom bij Yamaha Musiccast. In deze video zal ik je laten zien hoe je het maximale haalt uit alle functies die het Yamaha Musiccast systeem heeft te bieden. Dankzij Musiccast wordt het luisteren naar je favoriete muziek door het hele huis ontzettend makkelijk. Laten we eerst eens kijken hoe dat gaat. Om muziek in meerdere ruimtes tegelijkertijd te spelen, tik je de linkknop in de linkerbovenhoek van de Musiccast app aan. Kies een master, dit is de plek waar je de muziek vandaan wil laten komen. Als voorbeeld kies ik de soundbar als de master en ik koppel de keuken en de studeerkamer door de vakjes aan te tikken en te bevestigen met oké. Alle ruimtes zijn nu met elkaar gekoppeld in één gedeelte en kunnen tegelijkertijd bediend worden. Als je de ruimtes wil ontkoppelen, tik je het link-icon in het afspeelscherm aan, tik de vakjes van de ruimtes aan en bevestig met oké. Nu zijn alle ruimtes weer afzonderlijk beschikbaar. Op dezelfde manier kunnen we alle bronnen van de ene met de andere ruimte delen. Bijvoorbeeld de Restio Mini heeft een ingebouwde FM-tuner. En we kunnen dat signaal delen met de soundbar in de woonkamer die geen FM-tuner heeft ingebouwd. Ik selecteer de Restio Mini, activeer de FM-tuner en kies mijn favoriete station. Daarna keer ik terug naar de hoofdpagina. Hier tik ik weer de linkknop aan de linkerbovenkant en kies de Restio Mini als master. Daarna koppel ik de soundbar aan de Restio Mini door het vakje aan te tikken en ik bevestig met oké. De soundbar en de Restio Mini zijn met elkaar gekoppeld en kunnen tegelijkertijd bediend worden. Je ziet op het scherm dat de tuner in beide ruimtes afspeelt. Als je de ruimtes weer wilt ontkoppelen, herhaal je dezelfde stappen als eerder. Tik het link-icoon in het afspeelscherm aan en tik het vakje van de soundbar aan. Bevestig met oké en de ruimtes kunnen weer afzonderlijk worden gebruikt. Nu wil ik laten zien hoe je eenvoudig je favorieten kunt opslaan in de app. Ik sla mijn favoriete radiostation op, zodat ik dit overal in huis kan afspelen in enkele stappen. We gebruiken als voorbeeld internetradio. Als eerste kies ik de WX030 wireless speaker in de app. Hierna kies ik het netradio-icoon en zoek mijn favoriete station. Als het afspelen is gestart, open ik het optiemenu, aangegeven door drie kleine puntjes in de rechterbenedenhoek van het afspeelscherm aan. Dit opent een menu met voorkeuzeopties zoals toevoegen aan favorieten. Als je dit aantikt, open je het scherm voor favorieten. Hier kun je de titel die je hebt gekozen aan een van de nummers toewijzen. Zo maak je een shortcut aan naar dit radiostation. In dit geval wijs ik het nummer toe aan nummer 20. Aan de bovenkant van het scherm van de app kun je zien dat de titel is toegevoegd aan je favorieten op de 20ste positie. Keer terug naar hoofdscherm waarin je bronnen worden weergegeven en kies het favoriete icoon gemarkeerd met een ster. Ik zoek het nummer wat ik net als favoriet heb ingesteld en speel het af door het aan te tikken. Deze functie is ook beschikbaar voor server en de ingebouwde analoge tuner. Dit betekent dat alle favorieten worden verzameld in één menu, waardoor je direct toegang hebt ongeacht welke bron je gebruikt. Eenvoudig en simpel. Een andere belangrijke feature is de individuele toonregeling voor elk Musiccast product. Hiermee kun je de EQ configureren en andere belangrijke instelmogelijkheden van elk Musiccast apparaat. Zoals alles bij Musiccast is ook dit eenvoudig. Tik de albumafbeelding aan in de ruimte waarvan je het geluid wil aanpassen. Dit opent een afspeelscherm met een icoon aan de onderkant van het scherm met drie lijnen. Dit is het toonregelingsmenu. Tik het icoon aan en je kan de instellingen van het Musiccast apparaat aanpassen. Afhankelijk van het apparaat kun je verschillende geluidsprogramma's kiezen, bass en treble regelen of functies activeren zoals clear voice. In ons voorbeeld hebben we de middentonen, treble en bass aangepast overeenkomstig aan onze voorkeur voor achtergrondmuziek. Zodra je klaar bent met de instellingen, tik je de lege ruimte van het touchscreen aan en de toonregeling sluit automatisch. Last but not least, de meest unieke functie van Musiccast. Er is geen enkel ander multiroom systeem op de markt dat de integratie van Bluetooth apparaten biedt. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een Bluetooth hoofdtelefoon of een portable Bluetooth speaker aan het Musiccast systeem kan toevoegen. Natuurlijk vinden we het tof als het een Yamaha Bluetooth speaker is, maar dit is niet noodzakelijk. Je kan elk Bluetooth apparaat dat je hebt gebruiken binnen Musiccast. Je kan een Bluetooth apparaat makkelijk koppelen in het toonregelingsmenu wat we net hebben gezien. Open het toonregelingsmenu zoals eerder via de albumafbeelding en kies Bluetooth overdracht. Dit opent een configuratiemenu om een Bluetooth apparaat te koppelen. Na het activeren van de Bluetooth overdracht zoekt de app naar Bluetooth apparaten in de buurt, zoals bij elk smart device. Zodra het juiste Bluetooth apparaat is gevonden, tik je het aan in de lijst. Na enkele seconden koppelt het Musiccast apparaat en het geluid zal afspelen via de speaker die je wil gebruiken op het balkon of een andere ruimte. Om te beëindigen tik je de knop aan de rechterbovenkant aan en bevestig je met gereed in het configuratiemenu. De muziek speelt nu vanaf het Bluetooth-apparaat en als deze een accu heeft, kun je hem zelfs meenemen naar de tuin. Dan moet het wel mooi weer zijn natuurlijk.
Hetzelfde idee kun je toepassen op een Bluetooth hoofdtelefoon als je je omgeving niet wil storen. Je hebt nu enkele van de fantastische features gezien die MusicCast biedt. Maar er zijn er nog veel meer. Ontdek ze en geniet ervan.